En ik ben er bijna. Ik zie er gewoon naar uit om weer te mogen. Altijd zo verschrikkelijk blij als ik geweest ben. Dus ik ga even een klein stukje kijken. Het is vrijdagochtend en we zijn zowaar op tijd uit bed gekomen. En dat vond ik heel spannend, of dat ging lukken. Yay! Maar het is gelukt en mijn haar echt vandaag. Nou, ik ben net bij bezig geweest, maar het is best wat ik ervan kon maken. Dus ik denk dat ik dadelijk als ik thuis kom nog wat probeerde van te maken. Maar goed, ik ben nu onderweg naar mijn moeder, daar breng ik Sarah. Dan ga ik naar de fysio. Ik heb weer groot onderhoud. Echt mega fijn. En daarna ga ik weer terug. Dan lunch ik daar. Wat is dit? Zullen we ook heel de dag bij oma blijven? Nee, ik kan niet heel de dag bij oma blijven, want ik moet toch ook nog thuis wel. Mag ik er bij oma eten dan? En dan brengt de oma mij weer bij jou af. Nou, ik zal zo eens even kijken. Maar dat moet ook maar. Oma heeft daar toch niet op gerekend, schat? En wat heb ik trouwens aan vandaag? Oh, lekker felle zon. Ik heb deze top aan van Cavalli. Broek, vergeet ik weer, die flared broek. En mijn doensandalen. En ik ben er bijna. Ik zie er gewoon naar uit om weer te mogen. Altijd zo verschrikkelijk blij als ik geweest ben. En mijn haar is nu nog erger. Maar ik voel me zo als herboren en los en vrij. Echt geweldig. En ik denk, het is vandaag niet zo warm in de auto, maar buiten is lekker, maar in de auto is het alsnog heel warm. Dus snel de airco aan en ik ga lekker lunchen en ik heb ook echt honger. Ik ben weer thuis. Sarah is nog even bij oma gebleven. Dus ik ga even mijn dingetjes hier doen. En ze komt straks thuis. Het is al wel wat later. Dus ja, even gebruik maken van mijn tijd alleen. Kijk nou, ik zie opeens dat we een vriendje in huis hebben. Hij blijft ook echt heel chill zitten. Te grappig. Ik durf ook niet veel dichterbij, want dan springt hij er dadelijk vanaf. Het is wel handig. Als je kind van huis is, kan je heel veel opruimen. Ik heb heel veel van haar spulletjes vast uitgezocht. Wat zij had uitgezocht, maar wat ik nog even na moest lopen. Doe even een momentje voor, dus ik ben echt kapot zeg. Echt. We zijn met Bodhi en kijk wie er weer thuis is. Met gelijk een ijsje. Wat zie je allemaal, Bodhi? De lucht. De lucht? Dat kan hij zo niet zien. Bodhi. Hij is toch staart. Eet jij eerst je mond maar eens leeg. Bodhi. Kleine stokstaart, papa. Bodhi is een kleine stokstaart. Hallo, Bodhi. Ik ga dat niet doen. Waarom niet? Hij vindt dat lekker om geëet worden. Hij heeft hem voor zijn nageltjes, hè? Hé, liefie. Je bent zo'n cutie pie. Heel leuk hè, als ik dat zeg. Cutie pie. Ga je snuffelen. Ga je snuffelen. Hallo. Hij is aan de camera aan het snuffelen, zie je dat? Ja. Ja, hi. Nee, dat mag niet. Nee, dat deed niet aan kleding. Ga je wassen. Je moet je kopje wassen. Dat is zo uber cute. Ik heb net alles af wat ik vanavond af wilde hebben. Dus ik heb popcorn gemaakt. En ik zag dat er een nieuw seizoen van Good Girls op Netflix staat. Dus ik ga even een klein stukje kijken.
En dan kan ik vandaag weer redelijk betijds mijn bed in. Ik wil de Draw Something spelen, maar ik ben bij iedereen met wie ik speel aan de beurt. Maar je hebt dus ook dat je plaatjes gewoon kan raden. Van mensen die dus echt heel goed kunnen tekenen. En ik vind dit echt zo tof om te kijken. Het is zo satisfying om te kijken hoe goed sommige mensen dit kunnen. Echt bizar. Het is echt leuk om te zien. Dus elke keer wacht ik ook echt tot ze gewoon helemaal klaar zijn voor ik het woord intik. Het is toch bizar? Kaarten. Of bijvoorbeeld deze. De ene is beter dan de ander, maar ik weet ook nooit wat er gaat komen. Mijn tekeningen lijken echt je totaal niet op, zeg maar. Maar dit zijn denk ik mensen die dit ook met een stokje doen. En ik doe het altijd gewoon met mijn vingers. Als je met een stokje op een tablet doet, dan kan je natuurlijk veel meer. Maar dit is toch bizar. Mensen dit gewoon zo mooi kunnen. Dat is echt gek. Ik wil dit ook kunnen. Hoe cool. Oké, nog één laatste, gewoon omdat het echt kick is. Ik vind het ook echt leuk, omdat je gewoon niet weet wat er gaat komen. Dat je dan de hele tijd aan het denken bent, wat gaat dit worden? Dus ik probeer ook echt gewoon nog niet naar de letters te kijken. En gewoon echt te kijken wat er getekend wordt. Oh, nu weet ik het wel. Zo bizar. Hoe mensen dit allemaal kunnen. Ik vind het zo mooi. Ik ben al blij als je überhaupt kan raden wat ik teken. Eerst denk je dat hoofd is niet zo netjes. Maar als het dan ingevuld wordt, denk je, wauw, het klopt gewoon helemaal. Hoe kunnen mensen dit, echt? Dan moet hier in de achter natuurlijk ook nog allemaal gedaan worden. Ik vind het zo bizar. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneer hieronder. Vind ik helemaal leuk. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!